En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Ik had nog beloofd voor een roomtour. En de roomtour die ga ik vandaag doen voor jullie. De roomtour. Wow, daar ging het licht uit. Ik zou nog een roomtour door. Ik heb een paar weken terug heb ik een pool gehouden. Wat jullie graag zouden willen zien. Een boswandeling was erbij, een roomtour en nog een andere optie. En dan kon je dan zelf invullen wat je wou. Uiteindelijk heeft de roomtour gewonnen. Dus bij deze de roomtour van vandaag. Nou, ik begin in mijn huiskamertje. Dit is mijn huiskamer. Jullie kennen het een beetje van alle vlogs. Dit is mijn huiskamer. Hier staat altijd mijn PlayStation. Ik heb net een livestream gedaan. Hier ligt mijn telefoontje. Mijn laptop heb ik altijd erbij. Hier staat inmiddels mijn PlayStation. En dan heb ik hier de televisie. Met daarnaast nog wat spulletjes van mij. Dit is een hele dierbare foto. Mijn vader die is 13 april 2012 overleden. Andere gevolgen van K. En deze foto heb ik altijd naast mijn telefoon staan. Dat is echt een herinnering aan mijn vader. Ja. Ja, het is echt moeilijk. Maar deze heb altijd een plekje. Wow. Nou, dan heb ik hier nog een foto van. Ja, dat is de jaren 90. Wat voor jaartal weet ik precies niet meer. Maar het was in ieder geval in de jaren 90. Toen was ik in Londen ben ik toen geweest. Daar heb ik toen deze foto. Was bij een of andere platenzaak. En daar sta ik net als een DJ sta ik op de foto. Vond ik wel heel erg leuk. Nou, deze schilderij heb ik gekocht in Slagharen. 1966 Mustang. Vond ik een ontzettende mooie schilderij. Kostte wel aardig wat geld. Maar ik vond deze zo ontzettend mooi. Dat ik hem eigenlijk niet meer kon laten liggen. En toen heb ik deze gekocht. Nou, dan heb ik hier ook. Want hij zal de hele tijd de mouwen. Hier heb je Dribbel. En dan heb je hier op een gegeven moment heb je de deur naar de gang toe. En dan heb je hier mijn vitrinekastje. Er staan nog wat leuke spulletjes in. Op de bovenste twee planken staan mijn Feyenoord spulletjes. Ik zal eventjes openmaken. Zo. Nou, dit zijn allemaal Feyenoord spulletjes. Ik heb hier nog een Feyenoord biertje staan. Een kop. Deze heb ik van mijn zwager en mijn zus gehad toen. Een keertje van voor mijn verjaardag. Nou, ik heb hier nog een spelersbus. Een bekertje. Een sneeuwpoppetje. Klein petje. Kaarten. Giovanni van Bronckhorst. Nou, ga jij maar lekker buiten spelen. Gio out. Nou, dan heb ik hier nog bouwplaat. Die zat in de tas van de open dag. En hier heb ik ook allemaal nog wat spulletjes. Een oude seizoenskaart. Dit was de seizoenskaart van vorig seizoen. Als ik het goed had. Ja, dit was die van het vorig seizoen. Of was die van twee seizoenen geleden? Ik weet het niet meer precies. Nou, in ieder geval een oude seizoenskaart. Wat heb ik hier nog meer? Nee, deze was het. Die was van 2 jaar terug. Doe de bekerwanden. Dit is het kampioenschap seizoenskaart. Hier ben ik naar alle wedstrijden geweest vorig seizoen toen we landskampioen werden. Nou, voor de rest heb ik hier nog een kleine sleutel hangen met de schaal erop. Die kreeg ik bij een Feyenoord blad waar ik gratis lid van ben omdat ik een seizoenskaarthouder ben. En deze heb ik losgekocht. Die hebben jullie voor me ook wel in mijn vlog gezien.
Die ben ik toen speciaal, heb ik die gekocht, laten maken als aandenken van het van de landstitel, iets wat nu heel erg ver weg is. Dus wat dat betreft, ja, is dit een beetje alle Feyenoord spullen. Dan gaan we één treetje lager. Dan heb ik hier nog een foto van mij en mijn moeder en mijn vader. Dit is gemaakt in Blijdorp. Dit is eigenlijk de begintijd dat mijn vader, dat het heel erg slecht ging met mijn vader. We hadden net te horen gekregen dat hij ernstig ziek was. En toen hebben we deze foto laten maken, zijn we nog één keer naar Blijdorp geweest. Dus ja. Dat is ook een herinnering aan mijn vader. Nou, dan heb ik hier nog wat busjes. Ik spaar ook van die busjes spaar ik. Stadsbussen. Hier de Connection Bus. De RET Tours. Snelle Vliet. En dan heb ik hier ook. Dit is wel het prachtstuk. Het heeft ook best wel wat gekost. De Citadis tram, dat is de tram van Rotterdam. Dat vond ik echt een ontzettend mooi ding. Heb ik bij Rils Mini wat gekocht. En dan hier heb ik de foto van. Jullie weten het van de allereerste Efteling vlog op mijn kanaal. Toen ben ik de allereerste keer in Symbolica geweest. En daar heb ik toen deze foto laten maken. Nou, voor de rest heb ik nog een keer een collega gehad. Die had deze thuis liggen. Dat is een oude stempelautomaat van de RET. Vond ik wel heel erg gaaf. Die wou ik wel heel graag hebben. Dus die heb die voor me. Mocht ik van hem hebben. Echt hartstikke tof. En dan heb ik hier nog van die kleine smart autootjes. Die vond ik ook wel grappig. En deze pennenset met een sleutelhanger heb ik toen gekregen. Toen ik een diploma haalde op school. Nou, hier heb ik dan verder nog een hele oude foto van de Efteling. Dus, begin 2000 is dat zo ongeveer geweest. Nou, dan heb ik hier ook allemaal nog bussen, vrachtwagens. En zo'n popkarretje, die is van mijn werk. Hebben wij die. En dan beneden heb ik nog meer. Ja, heb ik allemaal posters, kleurboeken heb ik toen, dat was toen bij de tasje van de open dag. En nog een frisbee en een blauwe bal en zo. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn, ja, dat is een beetje mijn vitrinekastje. Zo. Dan gaat die weer netjes dicht. En ja, dan was dit een beetje de woonkamer. Gaan we naar de computer. Schrik niet, het is af en toe wel eens een ontzettende bende. Maar dit is mijn computer. Een beeldscherm. En dan een beetje rotzooi allemaal erop. Muisje. Jullie kennen het allemaal wel, printertje. En dan is dit mijn computer. Hop. Dit is dan mijn computer. Er allemaal oude cd's bovenop en zo. Nou, hier heb je de bekende twinkeltorts van de vlog van december toen we naar de Efteling gingen. Die heb ik bewaard. Nou, en dit was eigenlijk allemaal een beetje mijn woonkamer. Dan gaan we door. Dan hebben we, hier hebben we de keuken. Hier doe ik altijd lekker kokkerellen en zo. De magnetron. En de koelkast. En dan gaan we door naar de slaapkamer. De slaapkamer, jongens. Ja, ja. Dit is de slaapkamer. Hier is mijn bed. Het is lekker koud.
Dus ik ga daar lekker de kochel aan gooien. Mijn gordijntjes. En dan heb ik hier nog mijn kast staan. En ja, hier heb ik dan bij mijn bed heb ik dan nog een klein soort tafeltje, nog kastje. Met nog een foto van Samson erop. Hond die wij vroeger hadden. Oh, die is overleden. En dan de telefoon. Nog een lamp. En de telefoon en de wekker. Dan gaan we naar de badkamer. Goeiedag. Nou, dit is mijn badkamer. Ik zal hem even wat uitzoomen. Zo. Nou, dit is mijn douche. En dit is de wc. Erg toevallig allemaal, hè. Heel verrassend ook allemaal. Maar dit is dus mijn douche. Hier douche ik lekker altijd. En dan heb ik hier nog een potje gel en spulletjes allemaal. Scheerschuim, scheerapparaat. En de hele, je kan het wel opnoemen. Nou, dan was dit een beetje de zo. En dan gaan we naar de gang. Dit is mijn voordeur. Zo. Dit is mijn voordeur. En dan heb ik hier nog de kast. En de kapstok met al mijn jassen erop. Hier mijn werktas. En dan hier spullen, want ik moet morgen weer werken. En ja, dit is dan de gang. Ik heb nog een kast staan met allemaal spullen erin. En dit zijn de kussens van mijn landsbank buiten. En dan nog een oud schilderij. Die heb ik al eigenlijk al, al heel lang deze. Die heb ik in Rotterdam had ik deze ook al. Legt een hele, die heb ik al echt heel en heel erg lang deze schilderij. En die, ja, die vond ik eigenlijk zo mooi dat ik die wou bewaren. Dus deze is al meer dan 20 jaar heb ik die al. Maar ik vond het echt wel een mooie schilderij, vond ik het. Nou, voor de rest, ja, wat heb ik nog meer allemaal, jongens? Ja, wat kan ik nog meer allemaal zeggen? Hier heb ik nog een bordje heb ik van mijn moeder gekregen. Ik heb mijn moeder toen een keer zo'n bord gegeven met mijn moeder erop. En mijn moeder heeft toen weer een bordje teruggekocht voor mij. En die vond ik wel leuk om die daarop te hangen. Dus ja, dan hier nog een kast. En dan hier kan je dan weer terug naar de badkamer weer. Zie je wel? Kijk, hier komt weer de badkamer uit. Dus ja, dit was de roomtour. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk gevonden hebben. Het is een beetje kort, maar ik heb niet zo'n groot huis. Dus ik heb niet veel te laten zien. Hetgene wat ik kan laten zien, heb ik laten zien. Dus voor de rest, voor de rest heb ik niet veel meer te laten zien. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. En ik zal even alle lichten uitgooien, want overal staan nou gelijk de lichten aan. Maar ik, ik had het beloofd. En ik heb eigenlijk de afgelopen weken nog niet echt de tijd ervoor gehad. Dus bij deze wou ik vandaag even de roomtour aan jullie laten zien. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zou zeggen, er komen nog veel vaker komen de poeltjes van wat jullie graag willen zien. Dus bij deze zal ik binnenkort wel weer een keer een poeltje maken. En dan kunnen jullie stemmen wat jullie graag in de vlogs van It's Utrecht willen zien. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's Utrecht. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.